De studenten zijn er klaar voor, de cartoonist zit in de startblokken. Vanaf Fontes Hogescholen in Tilburg is dit het denkgrote debat. Hij is geliefd en met dezelfde hartstocht wordt hij ook verguisd. Hij is de sportencyclopedie. You love him and you hate him. Maar zijn eruditie en welbespraaktheid is nog nooit ter discussie gesteld. Vandaag spreken we met de beste sportpresentator aller tijden. Vandaag spreken we met Mart Smeets. Van harte welkom. Hoi. Speciaal gedaan voor jou. Dat dacht ik wel. Er moet verschil in kleding zijn. Ja, precies. Ja. Het zou een logische eerste vraag zijn om te vragen hoe het met u gaat. Maar we hebben onlangs een vriend van u gesproken en die heeft ons gewaarschuwd. Luister even mee. Als je aan Mart vraagt hoe is het met je Mart, dan krijg je eerst even... Het gaat wel, jongen. Ik ben een beetje moe. Ik heb een beetje druk. De wereld is niet helemaal in orde. Dus dan krijg je eerst een wat la-jammerklacht. Dus die vraag moet je gewoon niet stellen. Die moet je overslaan en pas in de loop van het gesprek met hem moet je dat gaan vragen. Maar je moet je even vermijden, want Mart heeft natuurlijk iets van een aansteller in zich. En van een acteur. Een groot acteur. Die ik altijd liefkozend Jack Nicholson, net Jack Nicholson heb genoemd. Jack Nicholson. Vraag uitstellen tot halverwege het gesprek? Nou kijk, de wereld zit een beetje lullig in elkaar en ik ben moe. En die trein kwam niet op tijd. Nee, laten we beginnen gewoon. Ja. Dit is allemaal onzin. Dit is onzin. Nou, come to the point. Waarom zitten we hier? We zitten in een denkgrote debat. En in een denkgrote debat vragen we ons altijd af... wie heeft wie groter laten denken? Dus de eerste vraag nu is... wie heeft u in uw leven groter laten denken? Bob Spaak, Ruud van der Ende. Koos Postema. Kees Jansma. Karjan Mulder. Tjerk en Inke. En de overeenkomst tussen deze mensen? Dat ze in het eerste klepje van mijn hart leven. En daar is het vol. Daar kan niemand meer bij? Bijna niet. Frits van Rijn, Alexander Wolf, Steve Kaplan. Maar u verwijst wel. Sven Kramer. Sven Kramer ook? Ja, ik heb een seksuele relatie met Sven Kramer. Ja, dat wil u zijn we daar ook meteen vanaf namelijk. Dat wil namelijk nicht. Ja, dat wil u per se aan het begin van zal ik het even uitleggen? Ja, je hoort een anekdote bij. Nee, ik zal het even... Nee, dit is een bizar iets. Ik was bang dat u dat moest vragen. Nee. Er was zo'n setting was in Groningen. En de hele zaal zat vol. 750 mensen, messen tussen de tanden. En ik ging staan en... Er komen altijd van dat soort vragen. En de eerste vraag daar stond om wat bleek een jonge man midden in de zaal op. En die zegt, meneer Smeets, is het waar dat u van jonge jongens houdt? En toen zei ik, ja, als jij hier nou naar voren komt en mij dan pijpt op het toneel, dan hebben we het bewijs geleverd. Dus dat geldt nu ook voor jullie allemaal. Waar? We hebben op YouTube niks kunnen vinden, ik denk. Maar op een of andere manier... Dat heeft, op een of andere manier kleeft dat aan u. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Het is heel gek, maar het zal waarschijnlijk wel ergens in een roddelblad gestaan hebben of zo. Er zijn meer platgetreden paden. Ja. En als het gaat over uw imago, kunnen we daar niet omheen. Laten we ze gewoon even bekijken. Kunt u nog zeggen wat u erover wilt zeggen voordat we echt gaan beginnen? In je boek schrijf je dat... Er zijn een heleboel jongens en meisjes nu in Hilversum zitten die alleen nog van de autocue kunnen lezen. Ja, daar ben je ook een kind van. Ik voel me even niet aangesproken, want de autocue staat uit. Dat is niet erg, maar je bent er wel een kind van. Jij bent maar ik was nieuwslezer. Ja, oké. Okay, dat dus, gaat van de autocue. Ja, maar het hoeft niet. Jij mag niet spelen, want jij kon je niet kwalificeren. Is het dan heel gek om hier als een soort van super supporter te zitten? Goed. Jij mag niet, helaas. Nee. Je vermaakt je wel, maar je had veel liever hier in trainingspak aan tafel gezet. Je had veel liever dit pakje aangehad. Kijk eens, dit oranje had je graag aangehad. Nee, heb je seks gehad met Mart Smeets? Ja. Mart Smeets spreekt voortaan de promo in voor De Wereld Draait Door.
Na de reclame mag ik dat zeggen. Ja, dat mag ik zeggen. Want ik ben Mart Smeets en u niet. En ik wel. Na de boodschappen. Ja, ik zeg boodschappen om niet twee keer het woord reclame te gebruiken. Is het nog een kwestie die de moeite is van het bespreken hier? Of is alles gezegd hierover? Misschien dat dat bij het publiek leeft. Is er iets wat niet gevraagd of gezegd mag worden? Je mag alles vragen. Maar ik zal ook eerlijk antwoorden ook. Daar gaan we vanuit. We gaan de studenten het woord geven. Dat is het format van het Denk Grote Debat. Maar ik zeg u vooraf dat Rick Wielhezen onze cartoonist is vandaag. Hij legt één van de fragmenten vast en zal straks dieprent als cadeau aanbieden. Dat vind ik leuk. Dankjewel. Studenten, aan jullie het woord. David Walsh is een Ierse journalist die vanaf het begin af aan al heeft gezegd dat Armstrong doping gebruikt. Hij is helemaal. Dat heeft hij niet gezegd, hij heeft vermoed dat hij het gebruikt heeft. En over gebruik en vermoeden, daar zit een wereld van verschil tussen. Hij is in ieder geval vanaf het begin af aan bij zijn punt gebleven dat hij vermoedt dat Armstrong doping gebruikt. Hij is daardoor helemaal kapot geschreven door de journalisten en door mensen van de sportwereld. En nou blijkt dat hij toch altijd al gelijk heeft gehad. Wat vindt u daar nou van? Dat is goed voor hem. Ik heb respect voor hem. Vindt u het niet verschrikkelijk dat hij eerst kapot is geschreven? Nee, want zo zit de wereld in elkaar. Het is niet alleen hij die kapot is geschreven, hoor. En zou hij nou niet meer erkenning moeten krijgen omdat hij nou gelijk heeft gehad? Nee, hij heeft geen gelijk gehad, want hij heeft niks kunnen bewijzen. Hij heeft alleen heel lang zijn verhaal volgehouden. Overigens hebben wij datzelfde ook gedaan. We hebben ook ons verhaal gehouden. We mochten het alleen, konden het niet als feit brengen. Hij had ook geen feit. Hij heeft nooit bewezen dat Armstrong wat gedaan heeft. Dat is gekomen door de mensen van de federale regering in Amerika. Dat is het verschil. Ik heb wel erg veel respect voor hem, voor David Walsh. Omdat hij zijn vaste lijn heeft gehouden. Ja, dankjewel. Als u nu als een wat oudere man terugkijkt op uw carrière. Dankjewel voor het compliment. Ja, graag gedaan. Maar ik val niet op je. Nee, dankjewel. Gelukkig. Maar als u terugkijkt op uw carrière, wat is dan het interview of een fragment uit een interview waar u het aller trots op bent? En dan mag u er maar eentje noemen. Arts Genk. Weet je wie Arts Genk is? Wat zegt u? Weet je wie Arts Genk is? Ja, ik ken hem wel. Ja, nou, dat dus, Arts Genk. Waarom? 1987, bootje, 's ochtends in de Beemster. Arts met een geweldige kater opgestaan. IJsmuts op, net zo koud als vandaag. En in een bootje heeft hij verteld hoe het was om Olympisch kampioen te zijn. Dat is een one-tracker geworden. Dus de cameraman, Flip Koopziek, heeft de startknop ingeduwd. En heeft hem later ook uitgeduwd. En alles wat gezegd is, is in die ene track geweldig. Wat is dan nodig voor dat unieke interview? Chemie tussen de twee partijen. De setting, een bootje, kou. Zijn dronkenschap van de vorige avond. Die we overigens daarna hebben weggewerkt met spiegeleieren, cognac en later weer bier. Dat schijnt te werken. Ja, ik heb het vergeten. Het vertrouwen, het onderlinge vertrouwen. Dat was er al, want we kenden elkaar goed. En ineens wilde hij het verhaal vertellen. Dat was prachtig. Prachtig. Dus ik vind een hele leuke vraag, want je maakt me blij. Ja, dat zijn hele mooie dingen in je leven om te mogen maken. Ja, dat is waar. Nou, er is natuurlijk door u veel geschreven, maar over u ook veel geschreven. Ook over uw karakter. We hebben Jansma nog even gevraagd of hij daar iets over wilde zeggen. Mart is in alle opzichten uniek, want Mart is humeurig, Mart is chagrijnig, Mart is arrogant, Mart is lief, Mart is zorgzaam, Mart is attent. Maar Mart is bij alles altijd de man van de sport geweest. Een zeer begenadigd presentator, zet hem ergens neer en het komt er allemaal uit. Een vat vol tegenstrijdigheden, maar toevallig hou ik erg van dat vat vol tegenstrijdigheden. Het komt toch naar buiten, jongens, horen jullie het? Wat hoor je me vooral zeggen dan? Nou, dat vat vol tegenstrijdigheden, dat is wel waar. Maar Kees en ik kennen elkaar erg lang. Misschien... Te lang? Nee, dat wou ik niet zeggen. Misschien dat samen zijn nog wel een hele leuke wending gaat krijgen in de toekomst. Dat wou ik zeggen. Nou moet jij zeggen, wat dan? Maar ik denk dat ga je er dan gewoon bij zeggen. Nee. Je mag het gewoon allemaal zelf vertellen. Ja, nou, nee. Wat dan?
Ja, we willen samen weer op televisie. We willen bewijzen dat dikke oude mannen ook nog een plaats hebben in deze wereld. Omroep Max. Nee, dat... Het gaat over Max heen. Het gaat over Max heen? Maximiliaan, waarschijnlijk. Ja, nee. Ja. Maar wat wordt dat dan? Nou, daar zijn we over bezig. Dus we zijn aan het denken, as we speak. Ja. Zijn we aan het denken om iets grappigs te maken met sport. En, nou ja, we zien wel. Want we zijn nog niet dood, allebei. Kees rent nog achter voetballers aan en ik ben nog bezig met mijn vak. Ja. Dat zien we elke dag. Dit zijn studenten journalistiek. Ja. Die komen hier om wat van u te leren. Mm-hmm. We zijn nog maar een paar minuten bezig. Maar wat vindt u dat waar ze vooral op zouden moeten letten in dit gesprek? Of, niet mijn antwoord, jouw vraagstelling. Waar moeten ze op letten dan? Of die direct is. En of de vragen niet te lang zijn. Hoe korter de vraag, hoe beter het antwoord kan worden. Denk ik wel eens. Kijken kan zelfs al voldoende zijn. Dat heb jij. Jij kijkt dus. Met iets van een half merkwaardige blik mij aan. En je denkt van... Ja. Dat is uw interpretatie. Ja, zie je? Dat, ja. Nou, maar dat is dus zo. En dan gebeurt er dus iets. Dus ik ben op mijn gemak. En ik spreek dus nu gewoon vrij uit. De waarheid. Wat heb ik te verbergen? Niks. Maar dat komt door jouw opstelling. Als hier een strenge leermeester zit, dan gebeurt dat niet. Dan denk ik, krijg jij het laatst. Studenten, aan jullie het woord. Nou... NOS-directeur Jan de Jong, die heeft eind vorig jaar aangegeven... dat het de bedoeling is dat er in de wielerverslaggeving meer kritiek komt en minder emotie en minder heroïek. Doet hij daar nou nog iets mee als u verslag doet van een wielerwedstrijd? Trekt u zich daar nog iets van aan? Ik vind het een goede vraag. Wij Maarten Ducro en ik, Maarten Ducro is zogenaamd analist. Dat is hij niet echt, maar hij is eigenlijk supporter. Dus hij als supporter en ik als droogkloot zitten naast elkaar. En toen hebben we tegen elkaar gezegd, vlak voor Parijs-Nice, hoe moeten we anders commentaar gaan geven? Kan dat? Dat kan nauwelijks. Je bent zoals je bent. Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is. Dus daar hadden we problemen mee. Ja, maar er is wel één ding veranderd in de wielerij. En dat is als jullie vroeger konden zeggen, hoe is het mogelijk als iemand wegreed? Dan zou je nu kunnen denken, dat weten wij, hoe dat mogelijk is. Maar dan weet je inmiddels wel achter. Maar dan weet je nog niet wat er aan de hand is. Oh zo. Ja. Wat heeft hij gebruikt? Ja, ik heb jarenlang geroepen dat ik Armstrong wantrouwde. Maar ik wist niet wat hij dan binnenkapte. Nee. Daar is hij zelf mee gekomen. Maar om op jouw vraag terug te komen, gedoseerd, ik vind het moeilijk. Ik heb het geprobeerd bij Parijs-Nice, ik heb het geprobeerd bij Milan-San Remo en ik had er moeite mee om gedoseerd. Ik dacht maar steeds doseren. Hoe doe je dat? En toen aan het eind van die koers hebben we tegen elkaar gezegd van, ging het of ging het niet? Was het te beluisteren, ja of nee? Ging het of ging het niet? Het hing ertussenin. Okay. Het hing ertussenin. Maarten wilde meer, ik wilde minder. Ja. Ja, mijn vraag is eigenlijk, bij de Wereld Draait Door heeft u gezegd dat u bedreigd was door het liftstroombandje. Ja. Maar is de belangrijkste reden voor u, ik ben zelf ziek geweest, is de belangrijkste reden voor u geweest de doodsbedreiging? Of dat u Lance Armstrong niet meer vertrouwde daarom? Ik vertrouw Armstrong niet daarom. Daarom, die kankerzaken van hem, moet je, hoe moeilijk dat ook is, loszien dat gedoe wat hij op een fiets heeft gedaan. Dat bijna 90% van de mensheid dat niet kan, dat is triest. En met name in Europa hangt een soort van zwavelachtige geur rond dit geheel. Ik zeg, zie los wat hij doet. Dan kan jij zeggen, waarom draag je dat ding niet meer? Ik kreeg 1 en de volgende week 3 en de week daarop nog eens een keer 3 doodsbedreigingen. En die werden serieus genomen, echt serieus genomen. En toen hebben we besloten, in klein verband, om dat ding af te doen, omdat er een onbekende was die zich meldde bij mij en die zei, als ik jou tegenkom met dat bandje om, dan snij ik je keel door. Oké, okay. Ja, het was mijn vraag of u het inderdaad los ziet. Ik zie het helemaal los. Okay. Ja, dat heb ik namelijk ook. Ik hoop dat jij dat ook doet. Ja, ik vind het ook heel goed dat jij het gewoon op hebt. Ja. Mijn applaus heb je. In dit programma... Ja. Leggen wij de gast een paar dilemma's voor. Ik ga ervan uit dat passen niet nodig is. Wielrennen of basketbal? Basketbal. Schrijven of presenteren? Schrijven. Sport of muziek? Beide. Dijkshoorn of Derksen? Beide.
Mag ik dat zeggen of ja, dat mag ik zeggen? Dat is een uit zijn verband gerukte grootheid die te pas en te onpas door diverse mensen wordt gebruikt. Dat weet we hebben het. Nee, we hebben het namelijk geteld. We hebben het, ik heb het verleden jaar heb ik het 2 keer gebruikt, mm-hmm. het gezegde. Maar iedereen mag de grap. Nee, het gaat niet over de grap. Het gaat erover, mag ik dat zeggen of ja, dat mag ik zeggen. Met andere woorden, mag ik dat zeggen? Ik mag alles zeggen wat ik vind. Of, ja, ik vind sowieso dat een mens alles mag zeggen wat hij vindt. Mits die niets kwetsend is. Ik vind kwetsen vind ik het ergste wat er is. Dat doe ik ook niet. En wanneer gebeurt dat wel? Wanneer is het kwetsend? Kijk, zo'n doodsbedreiging, dat ik is... Vind, een doodsbedreiging vind ik ver over de schreef gaan. Welk effect heeft het op u gehad, de doodsbedreiging? In de eerste weken liep ik veel beter op te letten op straat. Dat is er nu wel een beetje af. Ik kan het wel van me af lachen. Maar zo nu en dan komt er weer eens eentje en dan denk ik, oh shit. Maar het ergste is dat ze je kinderen en kleinkinderen erbij gaan halen. En nu heb ik toevallig 2 kleinkinderen, dat zijn zulke rompies. Het kan niet zo zijn dat ik, omdat ik een stellingname heb neergelegd of omdat ik iets gezegd heb voor televisie, dat daar mijn kinderen of kleinkinderen onder te lijden zouden hebben. Dat vind ik een ondraaglijke gedachte. En dan denk ik van, is het dit allemaal waard, jongens? Leven we in zo'n idiote wereld dat we dat doen? Dat we roepen, Smeets, als jij nog 1 keer het wielrennen verdedigt, dan pakken we je kleinkinderen. Dan zullen ze het niet doen, maar je leest het wel. Het staat er wel. Dat zit vast aan televisie maken. Want ik heb ooit eens een keer een stukje geschreven en daarin zit misschien wel de essentie van ons vak. Dus voordat iemand van jullie, waar dan ook, hoe dan ook, een keuze maakt, wat je in de journalistiek gaat doen. Er lopen 3 kerels bij een Tour de France etappe. 3 mannen lopen naast elkaar. Het zijn 3 Hollandse mannen. De ene heet Bert Wagendorp. En Bert Wagendorp schrijft voor de Volkskrant. De tweede heet Jacques Chapelle. En Jacques Chapelle praat voor de NOS Radio. De derde ben ik. En ik werk voor de NOS Televisie. Het stuk wat wij af moeten leggen is ongeveer 400 meter. In de 400 meter ben ik alle mogelijke ziektes toegewenst die God heeft bedacht. Ben ik uitgescholden, ben ik voor oude homo uitgemaakt, ben ik voor klerenjood, ben ik voor alles uitgemaakt wat je maar mogelijk hebt. Mensen ook die riepen, Matje, hey Matje, fijne etappe. Ja, want al dronken. Ja? Die wel. Die 2 anderen naast mij, die precies hetzelfde werk doen als ik, namelijk het als journalist aanwezig zijn in een wielerwedstrijd, krijgen niets te horen. En waarom niet? Omdat het publiek niet weet wie er achter het gezicht van Bert Wagendorp zit of wie Jacques Chapelle is. En toen hebben we met z'n 3 aan het eind van die corridor, zeg maar, toen we naar onze perstribune gingen. En toen zei Bert tegen mij, ik benijd je niet. En Jacques zei, weet je waarom ik bij de radio ben gebleven? Denk erom, jongens. Je kunt alles willen in het vak, maar dat is de andere kant van de medaille. Die wist ik ook niet toen ik begon. Studenten, weer aan jullie. U bent een journalist, gegroeid uit praktijkervaring. U heeft geen opleiding gehad. Zou u beter geweest zijn met een opleiding? Ik had een opleiding van normaal mens te worden. En is dat dan belangrijker dan een opleiding tot journalistiek, om journalist te worden? Nou, het is best aardig dat je dat vraagt. Want ik heb mezelf. Ik was in de wieg gelegd om leraar Nederlands te worden. Dat vond ik van mezelf. Ja? Ik vond de 80ers mooi en ik gaf ook om Amerikaanse geschiedenis. Dus ik weet van literatuurgeschiedenis en van Amerikaanse geschiedenis weet ik wat vanaf. Dat is eigenlijk mijn vak. Maar daartussendoor kwam honkbal en basketbal en voetbal en ijshockey en wielrennen en weet ik veel wat. En toen zei Bob Spaak tegen mij, die zei, kom in de studio en op het moment dat het rode lampje gaat branden, ga je praten. En Bob Spaak zei, jij moet het vak gaan leren. En wat dat vak is, jongen. Je moet dus leren praten, je moet commentaar gaan geven, je moet kunnen analyseren, je moet kunnen monteren, je moet een filmpje kunnen maken. En op een gegeven moment zei hij ook, en je moet gaan presenteren. En ik had zoiets van, presenteren, dat wil ik helemaal niet. Want ik wil alleen maar met sport bezig zijn.
Die dingen heb ik geleerd. Ik heb geleerd om met camera's om te gaan. Ik kan nu achter dat ding gaan staan. Ja? En dan zie je het verschil tussen ons tweeën niet. Omdat ik dat vak geleerd heb. Ik heb leren belichten. Ik heb met geluid leren omgaan. Ik monteer mijn eigen dingen. En dat is niet uit luxe. Nee, dat is omdat dat in het vak van toen vast zat. Je ging naar televisie en dan leerde je die dingen. We hebben hier Marcel Wintels in de zaal. Ja. Hij is bestuursvoorzitter van Fontys. Ook voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Wielerunie. Ja. En natuurlijk hebben we hem gevraagd naar de dopingaffaire en hij zegt er dit over. Ik denk dat het de goede kant op gaat. We zitten nu natuurlijk voor een deel met veel ellende uit het verleden. Ik denk dat we ook moeten erkennen dat het in die jaren, 10 jaar geleden, 15 jaar geleden, ook echt fout zat. Overtuiging is dat het sinds de bloedpaspoorten 2008-2009 de goede kant op gaat. En ik denk dat we nationaal en internationaal nu in ieder geval bezig zijn met maatregelen. En met een cultuurverandering, want dat is misschien wel het allerbelangrijkste, dat doping er niet bij hoort. En dat hoop ik ook in die wielergemeenschap duidelijk wordt dat je eigenlijk outcast bent als je doping gebruikt. En dat we willen naar een faire sport. Dus ik heb de hoop dat we, maar dat zal jaren vragen, dat we naar een steeds schonere sport toe gaan. Helder statement van de voorzitter. Helemaal met hem eens. Ja? Helemaal. Ja, dus sinds de bloedpaspoorten gaat het de goede kant op. Ja, maar je weet nooit 100% zeker of je belazerd wordt, ja of nee. Jacques Rogge namens het IOC zegt, we moeten eigenlijk in de grote sport 8 jaar gaan wachten. Dat is triest, jongens, dat we 8 jaar moeten wachten. Voordat je de medailles uit kunt reiken. Voordat we weten of de juiste winnaar de juiste winnaar is. Maar zo zijn we doorgeschoten. Deze maatschappij is doorgeschoten. Want een sporter is net als een normaal mens. Die kan via oneerlijk gebruik van bepaalde middelen, verboden, kan die zichzelf verrijken. En dat is wat we allemaal aan het doen zijn. En alles en iedereen bedondert de boel. En dat bedonderen, dat hebben we een hele lange tijd, hebben we dat onder de mat kunnen houden. Iedereen van ons. Daarin zijn wij naïef geweest. Ik ben net zo naïef als u. Maar het is toch de taak van de journalist om dat boven tafel te krijgen? Denk je dat ik dat niet gedaan heb dan? Nee, dat denk ik, ja. Dan ben je verkeerd geïnformeerd. Wie heeft zoetemelk gehangen? Dat wel, maar... Wie heeft Teunissen gehangen? Dat is ook Smeets. Wie heeft Van der Poel gehangen? Smeets. Ja? Maar... Wie heeft Merckx laten zeggen in zijn programma dat hij doping gebruikte? Ik heb ze geteld. Wie heeft Gert Jacobs? Wie heeft Rooks? Je wou toch niet zeggen dat ik daar nooit iets aan gedaan heb? Hij heeft er wel aan gedaan en er zijn wel zaken aan het licht gekomen. Maar dat leek in de marge bij wat er nu gebeurt. U noemt nu ook de bankenwereld. De banken hebben de zaak misschien ook altijd bedonderd. Dat bleef ook onder de mat en dat waren kleine zaken. Ja. Nu hebben we met de grote zaak te maken. Daar bent u dichtbij. Het is niet eens de grote zaak. Vindt u niet? Nee. Wat is de grote zaak? Komt nog. En dat is? Als de voetbalwereld eraan gaat. Het is een andere wereld waar we nog naar moeten kijken. Dat denk ik. Ja? Dat denk ik, ja. Maarten Ducro had verleden week in Milaan een prachtige opmerking. Dat is een denker. En hij zei, voor Lance Armstrong was dopinggebruik hetzelfde als lucht in zijn banden. En dat wil niet zeggen dat het gepermitteerd is, maar het wil alles zeggen over de manier van denken. De manier van denken van die mensen is zo anders dan wij nu doen. Nu moeten we een galg oprichten. Nu zetten we een arme jongen als Steven de Jong bij Paul en Witteman aan tafel. Ha, kijk eens, we hebben er weer een. Wat heeft Steven de Jong gedaan dat eigenlijk niet mag? Hij heeft doping gebruikt. Stom, ontzettend stom. Wat heeft hij nog meer gedaan? Hij is ervoor uitgekomen. Voor Steven de Jong neem ik mijn pet af. Voor Armstrong niet. Armstrong heeft willens en wetens gelogen en is blijven liegen. Totdat hij niet meer verder kon, omdat 11 van zijn voormalige collega's met het mes op de keel van de federale regering in Amerika en niet door David Walsh, ja, maar met het mes op de keel van de federale regering anders gingen verklaren. Dat is de doorbraak geweest voor de wielrennerij. En Michael Bogert dan? Nou, die zat toch gewoon in het schip van de Rabobank? Dus mocht hij ook wachten tot nee, hij mag. Nee, het is ontzettend stom wat hij gedaan heeft. Als Michael hersens had gehad op het juiste moment, dan had hij precies in, zeg maar, in, 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 het, in, in, in de
in het vervolg van wat er gebeurd was met Steven de Jong had en Bobby Julich, dat was de naam die ik zocht, Bobby Julich en Steven de Jong gingen samen, dan had hij gezegd, ik ook, dan was hij veel beter weg geweest. Wat hij nu gedaan heeft is ontzettend stom, dat wachten. Okay. Goed, ik mag één keer een stelling inzetten en de stelling is nu, moet de NOS eigenlijk de Tour de France nog wel uitzenden? Als jullie vinden dat de NOS de Tour de France uit moet zenden, dan steek je je groene brief omhoog. Denk je, nee, de NOS moet de Tour de France helemaal niet meer uitzenden, dan steek je rood omhoog. Laat maar zien. Dat is overwegend groen. Mart, je hebt nog even werk. Zou jij eens willen gaan staan en even willen reageren waarom jij vindt dat de NOS de Tour niet meer uit moet zenden? Ik vind dat de publieke zender niet oplichting, wat ik de wielersport begin te noemen, ja, moet uitzenden. Dus vandaar dat ik rood heb. Alleen de publieke? Omhoog. Nou, vooral mag een commerciële het dan? Ja, daar zit nog mijn twijfel een beetje over. Maar ik bedoel, die besodemieteren de boel toch al altijd, wou je zeggen. Ja, nee, maar die zijn nog... Kijk, publiek is toch vanuit de regering. En ik vind dat die toch zeker niet van onze belastingcenten oplichting moeten uitzenden. Dus dat is mijn mening. Ja. En een voorstander. Wie zegt, nee, die Tour die moet absoluut uitgezonden blijven worden. Ja, het is eigenlijk een beetje niet zo erg, ja, meer een mening, niet echt op goede feiten gebaseerd. Maar ik denk gewoon dat er nog heel veel liefhebbers zijn van de sport en die willen het toch wel blijven zien. En ik denk ook dat het een belangrijk deel is in de sportwereld om te laten zien op tv. Ja. Ondanks de doping. Wacht, is het te makkelijk om bij haar aan te sluiten of vind je dit eigenlijk een argument wat je nee, maar wilt ik horen? Kan me heel goed vinden in hem. Als je streng in de leer bent, en dat ben jij waarschijnlijk, dan vind ik dat je recht hebt op die mening. En dat is prima. Mag ik daar iets tegen zeggen? Ik ben het ook met jou eens. Ik heb er goed over nagedacht. Want ik neigde eerst naar jouw kant. En ik ben pas in begin december ben ik met je jouw kant op gegaan. Ik vind dat wij als journalisten, jullie, want we zijn met z'n allen bij elkaar hier als collega's, vind ik dat je niet een volledige generatie die nu op de fiets zit mag straffen door hun wedstrijden niet uit te zenden, omdat wat achter ons gebeurd is, fout is gegaan. Dus ik dank je voor je steun, maar kan jouw gevoelens kan ik aan. Ja. En ik verwijs ze ook niet. Ik wijs ze niet af. Klinkt bijna als een compromis. De toon wordt al gematigd, zie ik. Ik ben sowieso niet van hele scherpe randjes. Nou, u heeft bijvoorbeeld de voorzitter die hier van de KNWU die in de zaal zit, ooit een naïeve bestuurder genoemd. Ja. Dat is niet wat iedereen over ook, elkaar dat, zegt. Dat is die ook. Nou, hij heeft daar zelf op gereageerd. Laat daar even naar luisteren. Ik ben wel benieuwd waar hij die uitspraak op gebaseerd heeft. En volgens mij kwam dat toen naar aanleiding van het feit dat ik vond dat Marianne Vos de beste sporter ter wereld was. Dat in mijn spontaniteit geroepen. Ja. Niet zakelijk, niet gedoseerd, gewoon enthousiast als liefhebber. En volgens mij zei hij toen in het Brabants Dagblad dat hij me een beetje naïeve bestuurder vond. Maar er zal zeker een basketballer een groter sportmens zijn dan Marianne Vos. Althans vanuit het perspectief van Mart Smeets. Maar dat is het mooie in sport. Iedereen mag zijn eigen mening hebben. Goed, Michael Jordan was het met mij eens. Maar het was inderdaad die opmerking. Het was een heerlijke opmerking. Maar blijft u vooral sportbesturen en doe het zo goed mogelijk. En blijf dat lichte naïeve, wat ik ook in me heb, dus ik herken eigenlijk een heleboel dingen, blijf dat vooral doen, want zoveel mensen durven hun kop niet boven het maaiveld uit te steken in Nederland. Studenten, het woord is weer aan jullie. Ja, u heeft zelf een sportcarrière achter de rug met basketbal als favoriet en door een blessure werd deze carrière beëindigd. Ja. Maar als we deze blessure even buitenwege laten, wat zou u dan kiezen? Zelf professioneel sporten of toch presenteren, commentaar geven? En waarom? Oei. Dat is een goeie. Ik heb ontzettend veel plezier gehad als basketballer. En ik viel daar snel weg. Ik was 24, 25. Toen scheurde ik mijn Achillespees en dan, dat is echt afgelopen voor de top. En toen kreeg ik meteen de kans van de eerder genoemde meneer Spaak. En van de eerder genoemde meneer Van Ende. Dus ik zat eigenlijk op fluweel. Maar wat ik wel heel essentieel vind, is dat je als journalist, als sportjournalist, iets weet vanuit de kleedkamer. Als je bijvoorbeeld naar Marcella Mesker haar tenniscommentaar luistert, dan hoor je een vrouw
die op het gravel heeft gestaan. Dan hoor je dat zij weet waar ze het over heeft. Als je weet wat het verschil tussen winst en verlies is, en je gaat er dan over praten of schrijven, dan heb je een voorsprong, denk ik. We hebben twee studenten journalistiek bereid gevonden, omdat ze de ambitie hebben om allebei sportverslaggever te worden, om een kort fragment, wat we allemaal kennen, om daar commentaar bij te geven. En we willen u zometeen na afloop vragen, masterclass-achtig, om daarop te reageren. Leuk! We hebben twee studenten, dat zijn Joren van Zwieten en Thijs Kroezen. Joren, zou jij even willen gaan staan alsjeblieft? En zou jij even willen zeggen waarom jij graag verslaggever wilt worden? Het zou me geweldig lijken om verslag te doen van wedstrijden, terwijl je niet in beeld bent en dan met spraak de mensen proberen te... eigenlijk aan de televisie proberen te kluisteren. En ja, het lijkt me gewoon heel erg leuk om... vooral commentator heb ik het dan over. Ja, om verslag te doen van sportwedstrijden tussen. Ja. Johan, we gaan het fragment niet inleiden. Je mag er gewoon koud invallen. Doe verslag bij het volgende fragment en verras ons. Het is de 61 minuut. Robben loopt alleen af op Iker Casillas. Hij mist. Wat een grote kans voor Robben. Iedereen kent het moment nog. Aan de andere kant ook kansen voor Spanje. Ik weet niet wat hij doet, maar hij struikelt over de bal. Waardoor David Villa, merkwaardig genoeg, niet op het doel schiet. Niet in het doel schiet. Aan de andere kant is het dan weer Robben. Die gaat nog vallen, maar het heeft weinig zin. De stand blijft in die tweede helft 0-0. Het is bloedspannend. En Fabregas ook aan de andere kant voor Spanje. Stekelenburg die redt. Van Bronckhorst bezig met zijn late interland. En dat een merkwaardig moment. Waar het ogenschijnlijk een lichte overtreding van Heitinga krijgt zijn tweede gele kaart. En hier als lonely man loopt hij van het veld af. Rode kaart weg. Dan dat verschrikkelijke moment. Die paas van Fabregas op Iniesta. Helemaal vrij. Hoe kan hij daar zo vrij staan? Hij schiet hem binnen. En dan is het gedaan voor het Nederlands elftal. De vreugde bij Andreas Iniesta. En de treurige koppen bij het Nederlands elftal van Maarten Stekelenburg en Robben. Mooie vondst, lonely man. En de rest van de commentaar komt zometeen. Want we geven eerst Thijs Kroezen de gelegenheid. Thijs, wat is voor jou de reden om sportverslaggever te willen worden? Nou, ik hou zelf in ieder geval heel veel van sport. Ik sport ook veel. En het lijkt me mooi om een verlengstuk te zijn tussen de sport en de mensen die het ontvangen. Om daar tussen te zitten en het te verduidelijken voor die mensen. Ja, prachtig. We hebben jou een niet minder bekend fragment gegeven. Doe het op jouw manier. Ook een minuutje. Heel veel plezier. En hier leek alles nog koek en ei. Ruim voor op het schema van Lee. En hij was op weg naar zijn tweede gouden medaille na die op de 5 kilometer. En dan komt het moment dat het fout gaat. Kempkes die zegt hier naar binnen, terwijl hij in die buitenbocht moest blijven. En hier realiseert hij het al, de droom is weg. Het is de 10 kilometer die verloren is, want hij wordt gedisqualificeerd. Hij zit in de verkeerde baan. En Kempkes ziet het op het moment dat hij Skobrev uit de andere baan ziet komen en in dezelfde baan als Kramer ziet doorgaan. En hier weet hij het. Naomi weet het. En hij weet het zelf ook. Het is gewoon klaar. Ja. En Kramer is woedend. Hij kan niks met Kempkes. Want het is een coach. En door hem is hij nou zijn medaille verloren. Vader Iep vindt het verschrikkelijk. Iedereen realiseert zich wat voor ramp het is voor de sport. Hij had zijn tweede gouden medaille kunnen pakken. En ja, dan komen de emoties. Dan komen de emoties vrij. Ook bij Kramer, zo'n groot sportman. Dit had toch zijn tweede gouden medaille moeten worden. En dit zal hij altijd blijven zien in zijn carrière. Wat hij ook nog gaat bereiken, dit wordt het moment wat altijd wordt herhaald in zijn sportcarrière. En ja, Kramer, ja, die is klaar met Kempkes. Het is helemaal klaar. Mart. Meer is niet beter. Minder is beter. Dat heb ik ook moeten leren. Op een harde manier. Dus je kunt meer zeggen door minder woorden te gebruiken. En dan geef ik toe, zoals jullie hier staan, beide, top. Dat je het aandurft. Ik bedoel, zij allen durfden dit niet. Jullie wel. Dus als je in dat vak uitkomt en je bent gaarne uitgenodigd om het te proberen, bedenk dan dat er ooit op een dinsdagmiddag in Tilburg een oude grijze man tegenover jullie zat. En die zei, minder is beter. Ik heb een halve uitnodiging gehoord hoor. Ik zou het nog eens terugkijken straks. Studenten, weer aan jullie. Wie? Je bent ook muziekliefhebber. Ja. Ik vraag me eigenlijk af wat jouw favoriete plaat is, album. The Pretender van Jackson Browne. Kunnen we er even naar luisteren of niet? Oh, we luisteren er even naar. Dit is heel mooi.
I'm gonna rent myself a house in the shade of the freeway. Gonna pack my lunch in the morning and go to work each day. Up and do it again. Amen. Say it again. Amen. Dat is de essentie van het leven, jongens. Doorgaan. De tegenslag overwinnen. Doorgaan. Ik werk nu 40 jaar, denk ik, in dit vak. En ik heb op 2 ongelukkige weken na in mijn bestaan nooit nee gezegd. Ik heb met onvoorstelbaar veel plezier heb ik alles gedaan wat dit vak me bracht. En ik heb altijd het idee gehad, Jackson Brown, The Pretender. Oké, we praten tot slot even over een nieuwe fase. U bent opa, ja. Inmiddels, van 2 kleinkinderen. Ja. Nienke en Tjerk zijn bekende sporters, uw kinderen. De kleinkinderen zijn minder bekend, dat houden we ook zo. Maar uw zoon zegt er wat over. Mijn god. Ik wist ook wel dat bij mijn vriendjes papa gewoon na het werk thuis kwam. Ja, en mijn papa was soms heel veel weg. Maar ja, ik wist niet anders. Dus naar bed gaan was de televisie een kusje geven en dan gaan slapen. Toevallig zijn we gisteren met mijn zus heeft een dochter, ik heb een zoon, zijn we met beide kleinkinderen bij hem geweest. En op een gegeven moment lag hij op de grond, op zijn buik, om een balletje onder een bank vandaan te pakken. En ja, die kleine mommels die vinden het prachtig om met opa te spelen. Dus als opa is hij teder, is hij zacht en is hij erg betrokken. Ik denk dat als opa kiest Mart eerder voor zijn kleinkinderen dan voor de sport. En dat is gelukkig zo. Kan opa dat bevestigen? Een wijs mens. Ja? Tjerk is een wijs mens. En ik lag inderdaad op mijn buik om een balletje onder een klote tafel uit te halen. En ik kon er niet bij. Mijn buik zat in de weg en ik kreeg kramp. Ja, en, van die ongemakken. Ja, en Lola stond op me en Xavi zat op mijn hoofd. Opa, dit en opa. Ja, geweldig. Geweldig. Ja. In 2008, toen werd Tjerk gekozen voor het Nederlands team en mocht hij naar de Olympische Spelen. Dat heb ik, dat moment dat gebeurde, heb ik tot het meest waardevolle moment in mijn hele leven als sporter gevonden. We reden op de autoweg bij Carcassonne en ik pak de telefoon op en ik zeg ja. En hij zegt alleen, we zien elkaar in Peking. Jezus. Nu weer, ik zou nu kunnen janken. Toen kon ik janken. En hij zei het tegen me en toen had ik zoiets van geweldig. Mag dit zijn studentenjournalistiek? Je hebt ze gegeven wat je ze gegeven hebt. Is er iets wat je tot slot zou willen zeggen? Zij willen het vak in. Journalist worden, dat doe je niet overnight. Daar gaat een tijd overheen. Zorg dat je ergens aansluiting vindt bij een, laat ik zeggen, ervaren iemand. Zoals ik ze ook gehad heb. Zoals iedereen ze eigenlijk nodig heeft. Iemand die je de weg kan wijzen in die gekke tuin die je zelf nog niet zo door hebt hoe die in elkaar steekt. Er is 1 waarschuwing die je meegeeft. Nodig niet Ria Visser meteen op je eerste feestje uit. Am. Met recht van spreken. We sluiten af met de cartoonist. Wat heb je gemaakt en waarom? Het kwam eigenlijk door zijn moment over het Armstrong-stuk. Dus dat moment heb ik genomen en ik dacht ik ga nog meer tekenen. Maar Mart zei, je moet minder doen, dus ik ben erbij gestopt. Dankjewel. We lijsten hem in. Rick Wielezen, we lijsten jouw cartoon in. Die krijgt u mee als presentje en aandenken van deze vanmiddag. Maar we sluiten af met de verkiezing. Het kan niet anders. Er is 1 student die u het meest verrast heeft met zijn of haar vraag. Wie wordt vanmiddag de denkgrote student? Jij? Ja. Kom maar naar voren. Jij maakte mij week. Kom naar voren. Nee, applaus. Maar... Oh, bedankt. Je hebt de meester week gemaakt. Hoe heet je?
Diana Vos. En van welke opleiding ben je? Ik doe de cursus voetbaljournalistiek. Oh, mooi. Nee. Voetbaljournalistiek. Dat is heel anders. En kun je nog één keer zeggen, weten ze dat bij Willem II of niet? Nee. Oké. Okay. Nee. Waarom heb je deze vraag gesteld? Omdat ik zelf ook echt een passie heb voor muziek en dus voor voetbal. Dus ik dacht, we hebben een beetje dezelfde interesses. En ik was heel erg benieuwd naar wat zijn favoriete nummer was. Oké, okay, nou, prachtig. Ja. Mart, dat ligt aan die kant jouw presentje volgens mij. We hebben gevraagd aan Mart, wat neem je mee als cadeautje? Dat is geworden... Dit boekje. Ik zal hem zo direct voor je tekenen, ja. Maar ik geef hem je graag. Super. Ja, en het, waar ik door geraakt was, was dat je mij raakte. Oké. Okay. Ja, en dat... Ja, dat is zo. De Pretender. Dankjewel. Ga het lezen. Jij bent een denkgroter student, blijf staan. Er wordt een denkgroter foto gemaakt. Je krijgt eeuwig roem dit prachtige boekje. Ik mag zeggen dat volgende keer hier Patrick Lodier zit. Daar zijn we weer gespannen voor. Ik dank jullie voor jullie prachtige vragen vanmiddag. Maar het laatste applaus is natuurlijk voor de man die er weer terugkomt. Mart Smeets. Dankjewel. Dankjewel. En jij bent jezelf. Dankjewel.